Yo, we hebben vandaag 2 vluchten, 1 jonge duivenvlucht en 1 vondvlucht nog. De vondvlucht hebben 5 duiven mee, 712 kilometer. En de jonge duiven hebben 13 mee, dat is 126 kilometer. De jonge duiven zijn gelost om 7:30. En de oude duiven, de vondvlucht, is nog niet los. Dus laat straks de jonkers opwachten. Kom, 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 kom. Nou mensen, op de vondvlucht draaien we deze toch als eerste om 9:03. Goed voor de 12e plek in de vereniging. En dan de 2:05 was de duivin van die dobber. Die draaiden we om 6:30 morgens. De vlucht stond hartstikke lang los, omdat natuurlijk tussen 10 en 12 uur vliegen voor de eerste dag tenminste. En ze waren pas om 10 uur gelost. Dus ja, om 10 uur waren nog niet alle duiven thuis en ook nog niet de punten eruit. Dus gingen we de volgende ochtend doorklokken. En dus om 6:30 nog eentje de punten. In ieder geval, dit was de video. Mocht je nou een leuke video vinden, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, kan je beneden doen. Dan zie ik je bij de volgende video.